Hoi, mijn naam is Jip en dankjewel dat je weer kijkt naar deze nieuwste cultuurvlog. Zoals je misschien wel ziet zit ik hier achter mijn bureau, achter mijn computer, want ik ben uitgenodigd door het Mauritshuis en Nationale Nederlanden om hun nieuwste app te proberen. En dat is Rembrandt Reality. En de naam zegt het al een beetje, je duikt in een schilderij van Rembrandt, namelijk de anatomische les. En kan daar dus schijnbaar ook helemaal in 3D doorheen lopen. Dus dat lijkt me echt heel erg tof. Ik ga nog 2 keer deze week naar het Mauritshuis om daar Geert Jan te ontmoeten. Hij is van educatie en weet alles over Rembrandt. Dus die gaat mij vanuit het cultuurhistorisch perspectief iets vertellen over Rembrandt en natuurlijk de anatomische les. Maar ook ontmoet ik later Frank en hij is een chirurg. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van anatomie. En hij gaat mij vertellen hoe hij nou naar de anatomische les kijkt. En van beide ben ik eigenlijk wel benieuwd wat ze van de app vinden. En ik ga jullie meenemen. De app wordt nu opgestart. Ik sta hier met mijn telefoon. Ik heb hem gewoon gedownload. En er staat dat je in ieder geval een grote ruimte moet hebben om ook echt rond te kunnen lopen. Want je loopt niet alleen door het schilderij, maar je staat ook echt in de waag waar de anatomische les gesitueerd is, of het schilderij. Dus ik ben benieuwd. Dit was wel echt heel vet hoor. Het grappige is dat je het gewoon overal kan doen. Dus dat je, je moet alleen maar wat ruimte hebben. En het is wel bizar gewoon dat je zo door een schilderij kan lopen. Je gaat met hele andere ogen ernaar kijken. Ik vraag me ook meteen af hoe anatomisch correct dit schilderij is. Dat is misschien een vraag voor Frank, de chirurg. En ik ben wel benieuwd hoe belangrijk dit werk was voor Rembrandt. En in welke tijd hij het heeft geschilderd. Dus dat is een vraag die ik aan Geert-Jan ga stellen. Dus op naar het Mauritshuis. Zo, ik sta hier naast Geert Jan. Dankjewel. Want ik ben nog nooit op zo'n rustig moment in het Mauritshuis geweest. Ja, wat een luxe, hè? Echt geweldig. Ja. Kijk, dat is nou het leuke van mijn baan. Het is Rembrandt en Gouden Eeuwjaar, hè? Waarom eigenlijk? We staan er dit jaar bij stil dat Rembrandt 350 jaar geleden is overleden. Dat is een feestje waard, want het is al echt de grootste schilder van de 17e eeuw. En wij doen eraan mee door al onze Rembrandts op te hangen en aan iedereen te laten zien. Dat is zo vet. Het is echt wel cool hoor. De laatste keer dat ik hier was, sta je echt met achter 10 mensen om voor een schilderij te verdringen. En nu hebben we gewoon echt, ik kan er gewoon met mijn neus bovenop staan. We gaan natuurlijk zo meteen naar de anatomische les kijken. Ja. Die is onontkoombaar. Maar ik wil heel graag even stilstaan bij het loflied van Simeon. Het licht heeft Rembrandt zo gebruikt dat het is alsof het licht uit de heiland zelf komt. Hè? Alsof Jezus jezelf licht geeft. Ja. En dit lijkt mij wel iets kenmerkends voor Rembrandt, klopt dat? Is dat een van de dingen dat licht zo, dat hij daarmee speelt? Ja, Rembrandt is licht. Ja. En Rembrandt is van psychologisch drama. En Rembrandt is ook van intelligent nadenken over wat zijn dit voor mensen? Wat moet ik met ze? Wat wil ik met ze? We staan nu voor de anatomische les, waar volgens mij ook echt heel veel over te vertellen is, hè? Ja, als je wil, kan ik hier een halve college over geven. Nou, maar dat gaan we volgens mij niet doen. Ja, dit is Rembrandts grote doorbraak. Hij is naar Amsterdam verhuisd en vestigt zich daar, blijft daar voor altijd. En dit is zijn eerste openbare opdracht die hij krijgt. En van de opdracht van wie? Dit is het chirurgijnsgilde. Dat zijn mannen die allerlei kleine operaties uitvoeren in Amsterdam. En ze houden 1 keer per jaar een anatomische les, waarbij ze de menselijke anatomie bestuderen. En om dat vast te leggen, wordt er een groepsportret gemaakt. Zo Frank, we staan voor de anatomische les van Rembrandt. Daar wil ik zo alles over horen. Maar heel even kort, je zei net al, jij bent een chirurg. Waar en hoe lang doe je dat al? Wie ben jij? Ja, ik ben chirurg in het Universitair Medisch Centrum in Groningen.
En dat doe ik nu al een jaar of 5, 6. Ik heb begrepen dat jij hebt natuurlijk enorm interesse gehad, of dat heb ik nog steeds denk ik, in de anatomie, dus ook de geschiedenis daarvan. Mm-hmm. En een van de voorbeelden is het schilderij waar jij ook veel van af weet. Mm-hmm. Hoe is die interesse, was dat opeens dat je dacht, oké, dit vind ik vet, of hoe kwam dat? Ja, ik vond dat een intrigerend schilderij en ik had direct het idee van, ja, ik word uitgenodigd om in dat schilderij te stappen en aan te schuiven aan de snijtafel. Toen vroeg ik mij eigenlijk af, kijk, ik ben chirurg, dit zijn mijn vroegere collega's. Ja. En ja, wie waren die mensen? Hoe werkten ze? Wie was die Nicolas Tulp, de opleider? En ja, hoe werden die chirurgen destijds opgeleid? En klopte die anatomische structuren, kloppen die wel? Dat vroeg ik mij af. De anatomische les is geen rijtje koppen naast een skelet zoals het vaker werd gedaan. Nee, wat je ziet is een voorstelling. Je kijkt eigenlijk naar een scène uit een voorstelling van mannen, artsen, die een lijk bestuderen. Ja. En je kunt het gevoel hebben dat je er zelf bij zit. Het is heel levendig. Al die mannen kijken op een eigen manier naar wat dokter Tulp laat zien. Allemaal hun eigen manier van reageren, brengen hun eigen karakter mee. Ja. En dus daar zit dat psychologische. Precies, dat is Rembrandt. Die probeert te snappen wat die mannen aan het doen zijn. Die kruipt in die types. Je bent dus op een gegeven moment onderzoek gaan doen naar dit schilderij en de anatomie. Klopt het nou een beetje? Of is het, Het klopt redelijk goed. Er zijn een paar verschillen met de werkelijkheid, maar grofweg klopt het wel. Dus, kan je een voorbeeld geven van iets wat je zegt, ja, dit is echt heel goed geschilderd door Rembrandt, dit klopt? Nou, wat je ziet is dat hij de buigspieren van de onderarm schildert. En de oppervlakkige buigspieren en pezen worden opgetild. De buigspieren, dat is dus waar die, als het ware de schaar? Ja, waar de klem zit. Ja, de klem. Oh, en die pezen verlopen dan naar de vingers. En dan zie je, zeg maar, hier de oppervlakkige buigspieren en daaronder zie je de diepe buigspieren die daar bij de vingers weer door elkaar lopen. Ja, zie je. Als je vanaf deze kant kijkt, dan zie je dat Rembrandt het zo geschilderd heeft dat je het vanaf die kant moet zien. Ja. Want vanaf die kant zie je een langgerekt lijk in de ruimte liggen en nu zie je een gedrongen figuur. En wat zou jij er nou voor over hebben om gewoon bijna 400 jaar terug in de tijd kon gaan? De tijdmachine en zo iets bij te wonen. Wat zou je daarvan vinden? Ja, dat zou ik, zou ik natuurlijk wel spannend. En waarom? Ja, omdat dat moet wel een heel schouwspel zijn geweest in zo'n anatomisch theater. Die drukte, die ontledingen. Ja. Ik heb er natuurlijk zoveel over gelezen en over uitgezocht en over nagedacht dat... Ja, dat zou wel een bijzonder geheel zijn. Ja, dat denk ik ook. Hoe was dat voor jou toen je eenmaal de app ging gebruiken? Ik heb natuurlijk tijdens het gebruik van die app heb ik me heel diep voorover gebogen. En kon ik ongeveer die arm kon ik aanraken. Dus ik ging met mijn hand ongeveer op die arm. Dat vond ik wel bijzonder. Die structuren die ik natuurlijk ook wel eens tijdens mijn werk tegenkom en die ik nu bestudeerd heb. In die app kun je om die mannen heen lopen. Kun je zien wat zij zien, het boek liggen. Ja. Het is heel spannend en ik ken het schilderij best wel goed. In al die jaren dat ik hier werk heb ik het vaak gezien. Ja. Maar ook voor mij was het een sensatie om ineens door die ruimte te lopen en ook werkelijk eindelijk te snappen. Oh, dokter Tulp zit op een stoel. Ik heb natuurlijk altijd daar dokter Tulp zien zitten. Ja. En altijd armleuningen gezien. Ja. Maar in de app zag ik ineens, oh ja, natuurlijk, een stoel. Geert-Jan, super bedankt. Ik denk dat ik voor altijd met andere ogen naar Rembrandt ga kijken. Ja, toch?
Ah, top dat ik ook een keertje voor openingstijd in het museum mocht zijn. Dus dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Yes. Zo, dit was mijn vlog over het Mauritshuis. Wil je nou de tentoonstelling zien, Rembrandt en het Mauritshuis? Dat kan tot met 15 september. Wil je de anatomische les zien? Dat kan gewoon elk moment van de dag, overal waar je wil. En dan moet je even naar de App Store of de Play Store gaan. En daar zoeken op Rembrandt Reality. En dat is hoe de app heet. En heb je gewoon de anatomische les in je huis en ook nog in 3D. Hey, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En tot de volgende Cultuurshot.